Het had eigenlijk uh, alleen maar bedacht kunnen worden door de mensen uit het gebied. Want uh, zij kennen het gebied, zij kennen de bodem, ze kennen het watersysteem, ze kennen elkaar. En uh, ja, dan weet je elkaar te vinden. En als je wilt komen tot een goed nou ja, gebiedsgerichte uitwerking... zijn dat cruciale bouwstenen en puzzelstenen die je nodig hebt uh, ja, om gewoon te komen tot maar, een slim plan. Maar best ingewikkeld, want je moet met 18 boeren moet je dan een deal gaan sluiten eigenlijk. Ja, dat hebben we gedaan. En uh, ik zeg niet dat het makkelijk is, maar uh, <coughs> je ziet toch dat er uh, vanuit de relatie partijen met elkaar, in deze groep in ieder geval, in staat was om dus een, ja. uh, een valide plan te maken uh, onderling. En uh, dat is denk ik ook wel om dat, dat de groep in staat was man en paard naar elkaar toe te benoemen. Ah, ja. um, in de zin van uh, wat je belang is, wat je van plan bent. Er ja. zijn keukentafelgesprekken geweest. Dus, uh... Maar zou je dit uh, ook op andere plekken in Nederland kunnen doen? Ik, ik ben op bepaalde plekken al uitgenodigd om, om mijn verhaal te vertellen. En je ziet toch in iedere omgeving zeg maar, waar boeren bij elkaar gaan zitten om een plan te bedenken, dat er mogelijkheden zijn. Ja. Dus, uh...